iedereen. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie. Ik maak eventjes gebruik van de tijd dat ik onderweg ben naar de school om mijn kinderen op te halen om deze video op te nemen. Omdat de afgelopen dagen, laat ons zeggen, van maandag tot... wat zijn we vandaag? Vrijdag. Tot woensdag en gisteren ook wel nog een beetje. Dat hier en daar een bepaalde zwaarte was. Ik weet op dinsdag was het heel prominent aanwezig en woensdag ook. Dus ik ben zeker dat er ook nog mensen zullen zijn die dat ook ervaren hebben. En op dat moment dat ik die energie voel of ervaar, dan is het vaak ook zoeken van waar komt het vandaan, wat wil het zeggen, wat gebeurt er, en zo verder en zo meer. En de zwaarte die zich dat ik kon voelen, had voornamelijk te maken met de mannelijke energie. Dus de collectieve mannelijke energie. En dat is hetgeen waarom dat ik besloot om de video hier nu ook zo op te nemen. Omdat mannelijke energie is iets die in ieder van ons aanwezig is. En dus is dat logisch dat je dat zelf ook ervaart. Misschien in een iets mindere mate. Maar dat betekent dat we dingen op een andere manier mogen gaan doen. Dat de manier waarop dat we dingen neerzetten in het fysieke brengen, in de materie gaan kristalliseren, dat we dat vanuit een hele andere energie mogen gaan doen dan wat we voorheen gedaan hebben. En aangezien, ik ga eventjes de tractor voorbij, en aangezien dat we in de vrouwelijke energie nou heel veel geheeld hebben, is dat logisch dat de mannelijke energie eigenlijk ook een stuk volgt, ons een stuk mee uplevelt. Maar zeker in connecties ga je dan ook merken dat in die momenten, wanneer bijvoorbeeld als vrouwelijke energie een hele nieuwe hoge kwantumsprong gemaakt hebt, dat die mannelijke energie niet altijd kan volgen. Ik heb het al gemerkt in mijn vriendschappelijke relaties. Ik heb het gemerkt tussen mijn klanten. En natuurlijk ook in mijn eigen connectie. En net daarom is het belangrijk dat je daar bewust van bent. Dat je bewust bent van, oké, ik maak hier die sprong, maar nog niet iedereen is al mee in die nieuwe energie waar dat ik al ondertussen in zit, of al in geïntegreerd bent of al verder ben. En dus dat je dan ook de mensen in je omgeving, de vrienden, collega's, partner, familie, maakt niet uit, degene die bij jou bedoeld zijn te blijven, dat je die ook de tijd en de ruimte geeft om daar aan die nieuwe energieën aan te passen. Ik ben eventjes op de weg gefocust. Ja, voilà, we zijn weer weg. en dus dat je, wanneer dat je voelt dat je zelf naar een hoger level gaat, dat je voor jezelf ook die ruimte neemt. Dat je de ruimte neemt en de ruimte creëert zelfs om naar binnen te gaan, om de nodige inzichten te ontvangen. Om helderheid te krijgen over van wat hetgeen is wat je voelt, wat dat wil zeggen. Je hebt bijvoorbeeld wel een bepaalde visie of een bepaalde droom of wat dan ook, maar dat je niet altijd goed weet van, ja, hoe moet dat dan uitgevoerd worden? Dus dat is dan je mannelijke energie. Maar dat je dus volledig eerst in je geheel de vrouwelijke energie gaat zetten. Dat het oké is dat je een dag niets doet, bij wijze van spreken. Of dat je dingen helemaal in het zijn of in het luisteren. Of bij mij is dat dan in het schrijven en boodschappen ontvangen op allerlei manieren. En ook dat is iets dat belangrijk is om te weten, dat boodschappen, bijvoorbeeld had ik het vanmorgen ook nog met mijn vriendin erover, met twee vriendinnen eigenlijk. Bij de ene ging het erover dat muziek draagt ook die hogere frequenties in zich. En er is ook muziek die gemaakt is vanuit lagere frequenties en dat is nu eenmaal hoe dat werkt. Maar het is niet omdat een bepaald lied, een bepaalde boodschap of een bepaalde reactie bij jou teweeg brengt,
dat ook dezelfde reactie is dat teweeg brengt bij iedereen anders. Daarom zijn we ook allemaal aangetrokken tot andere soorten muziek, dus andere soorten frequenties, maar het draagt ook andere codes in zich. Omgekeerd is het ook belangrijk dat als je emoties ervaart, dat je zegt van oké, dat is geen hoe ik mij nu voel. Bijvoorbeeld zoals ik deze week heb ervaren. Ik voelde mij supergoed, welgezind, positief, gemotiveerd, wat dan ook. En 10 minuten later, bij wijze van spreken, voelde ik mij echt helemaal down en gevoel. Terwijl dat ik totaal niet begreep, er was totaal niets gebeurd in de 3D-wereld, waardoor ik wist van oké, dat is dat of dat of dat. Of dat wordt getriggerd, of dat is die gedachte, of wat dan ook. En door op die momenten dat bij stil te staan en dat bewust van te worden, dan geef je jezelf ook de kans om diepere informatie over die emoties te ontvangen, wat dat er gaande is. En zeker wanneer je in een diepe zielsconnectie zit, dan ga je ook, mag je er eigenlijk van uitgaan dat als je dat ervaart, of een plots gevoel van gemis, of dat je plots een bepaalde gedachte door je hoofd heen gaat, terwijl dat je voordien eigenlijk met totaal iets anders bezig was, dat eigenlijk ook hetgeen is waar je spiegelziel of je tweelingvlam of je tweelingziel of wat dan ook mee bezig is. Maar ook, dat wordt ook verder doorgetrokken naar vriendschappelijke relaties. Bijvoorbeeld, deze week had ik, dus in dat moment dat ik zoiets had van nu moet ik even de ruimte nemen voor mezelf. Die vriendin van mij die voelde dat er iets gaande was bij mij, maar omdat ik het nog niet geuit had wat er gaande was bij mij, konden ze natuurlijk niet bevestigen in de 3D, maar ze voelden wel dat er weer van allerlei dingen gaande waren, waar ik doorheen aan het shiften was of aan het begrijpen was of wat dan ook. Dus bewuster worden, dus hoger, vanuit een hogere energie gaan leven, wil ook zeggen om daar heel bewust mee om te gaan. Om te gaan kijken van wat is dat ik voel, wat wil dat mij zeggen, hoe denk ik daarover. En dat eigenlijk ook consequent altijd mag gaan toepassen in je leven. Want, en dat was dan met de andere vriendin die ik er vanmorgen over had, van er zijn zoveel mensen die verbinden met energieën, die werken met energie, of die wat dan ook doen, maar waar dat het nog niet gegrond is. En dat is, ik noem dat dan de geitenwolle sokken spiritualiteit, omdat het niet gegrond is. En je kunt niet omhoog in energie als je gronding er niet is. Dus wanneer je de verbinding verliest met de 3D-wereld, kan je nooit zo hoog in frequentie gaan als dat bedoeld is. Want het is zo boven, zo beneden. Je kunt het een zonder het andere kan niet in deze wereld. Het gaat gewoon niet. Dus je kan niet leven in een hogere energie als je het lagere volledig afwijst. Dus daarin ook, ik ga ook nooit niet zeggen aan iemand van dit is de weg en dit is de enige weg, dat is het zeker niet. Maar hetgeen wat ik nu zeg is wel belangrijk. Als je je gronding niet aanpast en je gronding niet krachtiger en sterker maakt, dan kan je heel moeilijk leven vanuit die hogere energie hier in de 3D-wereld. Dat gaat gewoon niet. En dat is geen wat dat we zelfs merken op momenten, en dat heeft niks te maken met, voor een stuk wel, maar eigenlijk niks te maken met bewustwording, dat mensen die gaan dissociëren, dat zijn eigenlijk mensen die waarvoor dat de 3D-wereld gewoon veel te lastig is. En dus gaan ze eigenlijk uit je lichaam. Ze flippen bij wijze van spreken eruit. En dat is geen wat heel veel mensen merken, dat hun energie veel te hoog zit. Hun energie zit zodanig hoog dat ze de gronding is er niet, of te weinig, of te weinig sterk. Je zou het kunnen vergelijken met een hele grote eikenboom, maar met de wortels van een tulp bijvoorbeeld. Van de minste windvlag die zou komen, dan zou die gewoon omver waaien. Dus ook dat is belangrijk. En daarom net dat het belangrijk is om de kennis en de informatie dat er beschikbaar is rond de universele vlammen op een zodanige manier te gaan verspreiden dat voor iedereen toegankelijk is. Want heel veel modaliteiten, heel veel dingen die me eigenlijk wat tegen de borst stoten,
is het feit dat... ik ga het anders zeggen. Een aantal jaren geleden, ik denk 10 of 12 jaar terug of zoiets, of misschien nog langer, was ik op het begin van mijn healing traject of ontwaking en was ik op zoek naar wat is healing en al die dingen en zo. Een van de dingen waar ik mee in contact gekomen was Reiki. Maar het voelde zo niet oké dat er zoveel geld gevraagd werd voor inwijdingen. En dat staan voor de meestergraad was dat meer dan 20.000, 25.000 euro toen. Of misschien wel, ja, het was wel al euro. En dat voelde zo niet oké, omdat ik niet begreep van hoe kan het nu in godsnaam zijn dat energie dat voor iedereen beschikbaar is, waar iedereen gebruik van kan maken, dat daar maar weer op een zo'n verkeerde manier geld wordt geslagen uit een bepaalde healingsmethode. Iets dat één iemand ooit gechanneld of als taak had om door te krijgen. En daarom ben ik daar ook heel bewust van dat dat niet gebeurt met de informatie over de universele vlammen. Want de universele vlammen zijn voor iedereen beschikbaar. En oké, ja, ik heb een traject gecreëerd en ik heb mijn boek geschreven. En in ruil daarvoor ontvang ik een energetische bijdrage. Hoe kan ik anders het verdere werk gaan doen om naar plaatsen te gaan om energieën te transformeren en de vlammen te verplaatsen tussen haakjes en te gronden en te verbinden en te verankeren in het kristallen grid. Dat is anders onmogelijk. Maar daarom werk ik ook met de manier zodat de mensen die inderdaad mee willen helpen om het te verspreiden, dat er ook voor hen iets in zit. Dat zij ook vergoed worden voor hun energie, voor hun tijd. Nu dat gezegd zijnde, als je natuurlijk daar mee wilt over weten, ik heb vandaag ook een post gemaakt daarover, of als je het nog niet goed begrijpt wat dat de bedoeling is, stuur mij gerust een berichtje via de contactpagina. Begin april ga ik met 2 andere leuke mensen naar Portugal om daar het nodige werk te doen. Van daaruit gaat een deel van de energie naar Frankrijk en een ander deel is nog onduidelijk voor wat mij betreft. Ik heb zo'n lichtbruin vermoeden dat het richting Bulgarije wordt, maar het kan ook nog zijn dat er ergens nog een tussenstap is. Maar ook die dingen ga ik regelmatiger beginnen delen hier op YouTube, zodat jullie ook kunnen meehelpen of dat jullie mee kunnen energieën helpen gewoon door naar de video's te luisteren, door de dingen, de oefeningen of wat dan ook, de visualisaties, de transmissies die ik op dat moment doorkrijg, dat jullie ook die gewoon vanuit jouw luie zetel als het ware kan gaan doen. Voilà, ik denk dat dat het belangrijkste boodschap is voor vandaag. Ik ga straks deze video uploaden, ik ben bijna op ter plaatse. Maar dus als jij je geroepen voelt om met de vlammen zelf te leren werken, je hebt nog nooit van de vlammen gehoord, van de universele vlammen gehoord. Misschien dat de Sacred Flames iets bekender is. Of de violette vlam is één van de 7 hoofdvlammen. Dan kan je eigenlijk beginnen met het gratis beluisteren van de transmissies die op de playlist staan hier op mijn YouTube kanaal. Dat zijn de gratis transmissies waar ik ook toe geleid word. Sommigen zijn onderdeel van het betaald programma natuurlijk. En anderen werden door mijn team als zijnde gratis bestempeld, omdat het belangrijk was voor het collectief. Zeker bijvoorbeeld de transmissie met de zwarte diamantenvlam. Als je dan nooit met de vlammen gewerkt hebt, nog nooit iets gehoord hebt van de vlammen, ga dan eerst naar die transmissie. Doe eerst de transmissie met de zwarte diamantenvlam en je zal zien wat dat er gebeurt in jouw leven, welk effect dat het heeft op jouw leven en manifestaties. Nu, ik heb het belangrijkste gezegd, ik kan nog uren doorgaan natuurlijk en nog uren breken, maar dat is niet de bedoeling. Je weet, ik hou graag mijn video's kort en krachtig. Als er vragen zijn, als er opmerkingen zijn, als er thema's zijn waar je meer wilt over weten rond de vlammen, rond zelfhealing, rond persoonlijke ontwikkeling, rond tweelingvlam, wat dan ook, zet ze gerust onder een of andere video. Ik denk dat ik de meeste comments altijd zie. Af en toe glipt er blijkbaar één tussen de maden of van het net, of hoe zeg je dat.
Maar moest dat zo zijn, stuur me gerust een mailtje via het contactformulier van een van mijn websites. De ene is schoolvooressentie.be en de andere is 96vlammen.be. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een fantastisch weekend. De nieuwe maan en de donkere maan beloven weer superkrachtig te zijn. Ik ben benieuwd. Ik merk er op dit moment nog niet veel van. Maar het wat niet is, kan nog komen. Voilà, dus wat ik nog wou zeggen. Voel jezelf dat je die zwaarte voelt van de melkenergie. En je kan het niet onmiddellijk plaatsen of koppelen aan je eigen proces. Dan kan je... is het eigenlijk belangrijk dat je onmiddellijk de reflectie maakt en zegt van, ik transformeer alle energie die niet van mij is naar optimaal. En alle energie die niet van jou is gaan de beeld, onmiddellijk mogen getransformeerd worden. Is dat wel van jou is, dan ga je merken dat het langer blijft hangen. Dus dat het na een paar uur eigenlijk nog niet voorbij is. En dan is het belangrijk dat je zegt van, oké, toon mij wat dat deze emotie mij wil zeggen. Toon mij, breng mij inzichten. En zo verder zo meer. Dat zijn ook allemaal dingen die je leert in het programma rond het werken met universele vlammen. Waarop dat je ook tips en tricks en zo verder krijgt. Voilà, nu ga ik het echt stoppen. Dat was het. Tot in de volgende. Geniet van de zon. En dag!